Hoe eet u de hutspot op 3 oktober? Hoe ik dat eet? Ja. Lekker, met klapstuk. Wij halen hem altijd bij de Hooglandse Kerk. Met z'n duizenden, zullen we maar zeggen. Oké, okay, met klapstuk. Met klapstuk. Traditioneel. Ja. Lekker beetje vet. Ja, met klapstuk. Maar ook met een lekker stukje worst erbij. Dus ja. Alle twee. Wat vindt u ervan dat de 3 oktobervereniging nu zegt... we gaan hem bij de hutspotmaaltijd ook aanbieden... halal en vegetarisch? Ja, vind ik prima. Ja, ja, steun ik. Ja? Ja, ja, hartstikke goed. Ja, weet je, ik heb daar geen problemen mee. Maar ik blijf me toch eten zoals die hoort. Traditioneel. Met klapstuk en lekker vet. Ja, als daar behoefte aan is. Meer keus. Dus meer keus is wat mij betreft altijd goed. Als het om eten gaat. Ik vind van niet. Het is onze traditie. Ja, ja, maar de tijden veranderen. Ja, natuurlijk. De tijden veranderen, ja. Ja? Nou ja, dan moet dat maar, ja. Maar u zou het zelf niet nemen? Nee. Ik heb niks tegen die mensen, maar ik zou het niet doen. Dat vind ik een hele goeie. Vooral omdat je tegenwoordig heel veel mensen ziet die vegetarisch zijn. Dus ik begrijp dat ze dat doen. En vooral voor de halal, dat al helemaal. Dus komt goed uit. Ik denk dat er veel animo ervoor zal zijn. Wordt het hoog tijd? Het wordt hoogste tijd ervoor. Ik denk dat de tijden veranderen. En dat we allemaal een beetje van elkaar, een beetje met elkaar moeten helpen. Ik hoor ook mensen die zeggen, het haalt de traditie een klein beetje eraf. Wel nee, waarom? Nee joh, ben je gek? Nee. Dat zijn de veranderingen. Nee, ben ik het niet mee eens. Een beetje met je tijd meegaan, dat is prima. Ja. Rick Kamps, voorzitter van de 3 Oktobervereniging. Ja, tradities zijn belangrijk op 3 oktober en ook voor de 3 Oktobervereniging. Maar toch sleutelen jullie nu aan het recept voor de hutspot, hè? Ja, we zijn daar in ieder geval heel erg over aan het nadenken. En we hebben gisteren in onze algemene ledenvergadering, die wij gedwongen eigenlijk door corona digitaal moesten houden, hebben wij ook bekendgemaakt dat wij heel erg ons best gaan doen om ervoor te zorgen dat wij naast de hutspot die iedereen natuurlijk kent, peen en ui en wat er allemaal bij hoort, nu ook een vegetarische hutspot te maken en als het mogelijk is ook een halal hutspot. En waar komen die berichten vandaan? Wie wil dat graag? Wilden jullie dat zelf of komt het van buiten? Het past heel erg wel bij wat wij zelf ook willen. Het is ook vanuit de vereniging is het gekomen. Er kwam op een gegeven moment, vorig jaar was dat eigenlijk al, de vraag of wij daarover wilden nadenken. En zelfs ook het verzoek of wij over een veganistische hutspot wilden nadenken. Nou heb ik daarover zitten nadenken. Ja, veganistisch is eigenlijk volgens mij niet zo heel ingewikkeld. Dat is volgens mij peen en ui en aardappels. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar we hebben gezegd, dat gaan we nu niet doen. Want het is niet alleen het maken van het product. Het is ook dat je al die duizenden mensen op een bepaalde manier moet kunnen bevoorraden. Om het dan maar zo te zeggen. En dat is nog best wel een klus, denk ik. Ja. Is het in het kader van de tijden veranderen dus het recept voor de hutspot ook? Nou, het recept voor de hutspot blijft precies hetzelfde. Alleen, we gaan het breder aanbieden. Hè. Het is natuurlijk mooi dat we zo breed mogelijk mensen bij die viering en herdenking van Leiders Ontzet kunnen betrekken. En als wij dat op deze manier kunnen doen, dan is dat denk ik alleen maar hartstikke mooi. Beetje laat ook, toch? Laat in welk opzicht? Nou, halal, vegetarisch, dat is al lang aan de gang. Ja, maar je kent het spreekwoord beter laat dan nooit. Ja. Hè? En dus, ja. En hoe gaat het logistiek? Verwachten jullie daar nog problemen mee? Gaat het dit jaar al gebeuren of volgend jaar? Hoe gaat dat? Ja, weet je, daar kunnen we echt geen zinnig woord over zeggen. Kijk, we hebben gisteren ook in onze ALV gezegd, jongens, het is net zoals vorig jaar. Wij gaan er vol voor. Alle programma's die zijn zo dat we ons richten op een viering zoals te doen gebruikelijk. Maar ja, we weten het niet. En we hebben niet gezegd, we gaan op voorhand al overal een streep doorheen zetten. Dus we kijken wat kan. En elke keer als iets niet kan, dan schalen we een beetje af. Dat vraagt heel veel van onze vrijwilligers, dat realiseren we ons. Maar we gaan dat toch proberen. En ook een nieuwtje, er komt een hoogleraar in de 3 Oktobervereniging. Ja, die zijn er wel eens vaker geweest. We hebben zelfs ook ooit een hele hooggeleerde heer als voorzitter gehad. Maar nu is het zo dat wij een convenant hebben gesloten met de Universiteit Leiden. En onderdeel daarvan is dat we die wetenschappelijke banden meer willen aanhalen en ook kijken hoe we dat kunnen doen. En onderdeel daarvan is dus dat we een hoogleraar die aan de Universiteit Leiden verbonden is in ons bestuur hebben. Dus dat is hartstikke leuk. En waarom zou je de wetenschappelijke banden willen aanhalen? Nou, niet zozeer de wetenschappelijke banden. Wij willen eigenlijk ook kijken of we samen met de universiteiten die viering en herdenking ook in een meer, toch ook een beetje in een wetenschappelijke context kunnen plaatsen. We willen alles zo breed mogelijk doen. Dus. En de universiteit is een belangrijk onderdeel van de stad. Is uiteindelijk aan de stad geschonken als dankbaarheid voor de ontzet en de, zeg maar, de dappere standvastigheid van de Leidenaren. Dus heel veel verbinding met de universiteit. En wij denken dat het heel mooi is om daar ook dus die context aan te geven. En we zien het overigens ook op de 3 Oktober Academy op 3 oktober de afgelopen jaren, dat daar veel belangstelling voor is. Nog even terug naar de hutspot. Hoe gaat u hem zelf eten? Ik denk dat ik ze alle drie doe. Ja. Eet smakelijk. Ja, dankjewel.
ben opeens ingelicht dat er elk kwartier een trein naar het zuiden gaat. ProRail en de NS namen vanochtend een XL-informatiebord in gebruik op Leiden Centraal. Het reisinformatiescherm is 6 meter breed en 2 meter hoog en hangt bij de toegangspoortjes aan de centrumzijde van het station. We hebben gehoord van de reizigers dat ze graag nog aanvullende grotere schermen willen. Vroeger op Utrecht Centraal had je een groot klappenbord. Om die reden is er gekeken naar een digitale versie. Daar is deze versie uitgekomen. En toen is gekozen om dat op alle grote stations uit te rollen als een soort extra service voor de reiziger. Op het bord zijn alle vertrektijden en reisadviezen van de treinen die in het komend half uur Leiden aandoen te zien. Ik vind het heel handig, want ik draag normaal een bril. Maar dat doe ik dus nu niet meer. In plaats van dat we naar binnen gaan of via de mobiel kijken van hoe laat we daar moeten zijn. Dan is het al handig dat we niet inchecken en naar binnen gaan. Maar dan hebben we ook tijd om buiten te even blijven staan en dan wachten op ons tijd. Ik moet wel zeggen, ik liep hier naar binnen en ik zag wel meteen mijn trein staan. Ik dacht, ah fijn, ik weet meteen wat er aan de hand is. Het is wel een vooruitgang, want andere stations hebben die oude borden nog. En nou denk ik, dit is wel toch wel, zeker ook voor oudere mensen, wat ik al een beetje ben, een beetje. Ik denk dat het wel duidelijk is nu. Eerst al die kleine schermpjes, je kan nu gewoon zien waar je heen wil. Met een groot standbeeld voor de onmisbare beroepen voor de FNV Zorg en Welzijn actie bij het LUMC vandaag. De cao-onderhandelingen gaan volgens de vakbond niet goed. Nou, wij willen als vakbonden 5% voor al het zorgpersoneel. Dus onder andere ook de UMC's en de ziekenhuizen. En op dit moment bieden de werkgevers 0%. En dat is tegen het zere been van onder andere verpleegkundigen. Zeker na meer dan een jaar coronazorg. Ik ben zo loyaal als de pest eigenlijk aan het ziekenhuis al jarenlang. En dan voelt dit gewoon hard als er gewoon niks komt. De bonden en de ziekenhuizen kijken of ze binnenkort weer met elkaar om tafel kunnen gaan. Er zijn nog geen plannen voor harde acties. Het oude V&D-pand, nu vertaald in voor en door Leiden. V&D Leiden, Frans. Ja, dat klopt. We hebben denk ik eind 2019 met elkaar gedacht, hoe moeten we verder met het Stadslab? Want er zijn zoveel initiatieven in Leiden. Heeft het nog wel bestaansrecht? En toen was net het Hudson's Bay-pand stond leeg. En kregen we het idee, want waarom gaan we daar niet iets mee doen? Een beeldbepalend pand in het centrum van de stad. Waarom maken we niet een pand daarvoor voor alle Leidenaars? En toen ontstond het idee voor en door Leiden. Kan je heel kort vertellen wat we hier zien in Vogelvlucht? We hebben twee scenario's bedacht. Eén is dit scenario, waarbij we uitgaan van eigenlijk een verlenging van de buitenmarkt naar de binnenmarkt. Zodat je eigenlijk daar terecht kunt voor allerlei etenswaren kopen, koken, maar ook eten. Ja. Dus dat idee. Vervolgens willen we eigenlijk het maken een ode aan de stad Leiden door iets te doen met Leidse stijl shopping. En ook een makerij, dus niet alleen maar kopen, maar ook maken. En daarboven, Leiden is natuurlijk een kennisstad, een stad van kennis en cultuur. Kijken of je dat daar een goede plek kan geven. En tenslotte het prachtigste plekje van Leiden op het hoogste punt van het V&D-pand, waar je een dakpark zou kunnen maken, waar iedereen uitzicht heeft over de stad en over de burcht. Jeroen, zo'n binnenmarkt. Op woensdag en zaterdag is daar natuurlijk een markt voor de deur. Loop je dan ook naar binnen of is het elke dag? Hoe moet ik dat zien? Elke dag zou het zijn inderdaad. Dus gewoon 7 dagen in de week. En dan ander aanbod dan buiten? Nou, voor een deel wel. Er zijn bepaalde producten die je makkelijker binnen dan buiten kan verkopen. Vlees, om maar eens wat te noemen. Dat wordt buiten ook op de Leidsmarkt trouwens. Dat is niet net paar jaar denk ik één kraampje, maar je ziet dat dat binnen makkelijker gaat. Maar bijvoorbeeld ook meer traiteurenproducten of iets meer in die sfeer. Ja. Maar dat moeten we natuurlijk wel heel erg goed afstemmen met de bestaande marktkooplui, zeg maar. Hè? Dat het echt een verrijking wordt van wat er al is en niet een verdringing. Aan de andere kant is het wel zo, Leiden is de afgelopen 10 jaar met 7% gegroeid aan bevolking. Daar komen heel veel mensen bij natuurlijk. Ja. Ja, dus de markt wordt sowieso wel groter. En in het geheel
krijg je natuurlijk gewoon een hele berg mensen ook erbij die gewoon naar de V&D komen, zoals ze vroeger ook kwamen. Hè. Dus er komt sowieso al veel meer hoog. 1,2 miljoen mensen was dat vroeger, hè? Per jaar. Naar de V&D toen, ja. Kwamen 1,2 miljoen mensen en nu een stuk minder natuurlijk. Ja. En dat was ook een vraag van het aanjaagteam Binnenstad. Dat is met de winkeliers, de horeca, mensen en centrummanagement. We zouden heel erg graag willen dat die 1,2 miljoen mensen weer komen. Niet alleen voor dat pand, maar ook omdat die mensen dan daarna nog een hapje gaan eten. Ja. Of naar een winkeltje gaan. Ofzo. We zien inmiddels het andere scenario een beetje aangepast. Er zit opeens de bibliotheek erin. Dat klopt, ja. Daar is al een keer onderzoek naar geweest om er een bibliotheek in te doen. Is ook helemaal geen raar idee, want het zijn vrij grote, donkere oppervlaktes. Zeg maar. Er komt weinig daglicht. Nou ja, boeken hebben geen daglicht nodig, wel als je ze leest, maar niet als ze er staan. Nee. Dus dat zou echt hartstikke mooi passen daar. Ook omdat het een centrale plek is in de stad. En dat zou dan betekenen dat... En ze zijn een nieuwe plek aan het zoeken, hè? Ze zijn een nieuwe plek aan het zoeken, ja. Dus deze was afgevallen omdat het waarschijnlijk te duur was. Maar we zaten te denken, nou, stel je voor dat we het met een aantal partijen zouden kunnen kopen. En dat het, dat het eigendom voor een belangrijk deel wordt. Dan komt het misschien wel weer binnen bereik om die bibliotheek daar te doen. En bij al die brainstorm was dat samen met die binnenmarkt trouwens wel eens een beetje het meest populaire idee. Van, nou, dat zou echt super gaaf zijn. En dan het hotel wat we aanvankelijk hier in de Vergulde Turk hadden. Dat zou dan naar de leegstaande bibliotheek gaan. Aan de Nieuwstraat. Aan de Nieuwstraat. En het grappige was, dat is vroeger een hotel geweest. Het Herenlogement, ja, inderdaad. Ja. Dus dan gaan we weer gewoon eigenlijk terug naar af. Frans, in dat andere model zit niet de bieb erin, maar een campus van ja, de universiteit. Universiteit, Hogeschool, MBO Rijnland. En willen die dat ook? Nou, die zijn heel erg geïnteresseerd. We hebben ook met hen gesproken via de werkgroep Kennisstad Leiden. En daar was onder andere vanuit de Hogeschool Leiden de opmerking van... ja, wij zitten vrij excentrisch in de stad, aan de rand bij het LUMC. En wij zouden heel graag midden in de stad een plek willen hebben. En ja, dat komt natuurlijk heel prachtig overeen met dit pand. We gaan even gaan naar boven naar... Nou, dit is nog niet het dak, dit is de trap naar het dak, hè, Jeroen? Ja, dat klopt, ja. Die is er nu niet? Nee. Dus zeg maar, de roltrap die zit er zeg maar al wel. Hè. En op de bovenste verdieping heb je aardig licht, want er komt licht van bovenaf naar beneden. Verdieping laag is het vrij donker, dus dan dachten we maken gewoon een gat in de grond. We maken daar mooie lounge trappen. Dan kunnen die studenten die daar een studieplek hebben of studeren met elkaar, die kunnen hier eventjes lekker zitten. Je kan hier een hapje eten of dingen die je hebt gekocht bij de Leidse Stijl Shoppen. Kun je eens kijken wat heb ik in godsnaam gekocht, weet je wel. En erover praten met elkaar. Maar je kan er ook allerlei andere met z'n allen lekker zingen, zag ik volgens mij in jouw presentatie. Nou ja, één ding is, volgend jaar is Leiden European City of Science. Dus zij zoeken een plek om publiekscolleges te geven. Dus hoogleraren die voor iedereen die het maar horen wil een mooi verhaal kunnen houden. Maar wat we eigenlijk hebben bedacht bij die V&D, het zou eigenlijk een pand voor iedereen moeten zijn. Zoals het altijd al was, hè, van de academicus en de arbeider. En we proberen ook continu dingen te verzinnen die dan voor beide aanspreken. En dat is aan de ene kant misschien van die hoorcolleges. Maar aan de andere kant lijkt me ook geweldig om, het is een ode aan Leiden, voor en door Leiden, dat we van 1 tot 1:30 op elke zaterdag met de zangeres zonder naam gaan meezingen. Of met de Shorts, of met Armin van Buren. Of maar gewoon een half uurtje zingen uit volle borst en daarna weer shoppen, studeren, eten. Kortom, nou ja, dat. We moeten naar het dak, want we moeten bijna afronden. Hier op dat dak staan gebouwtjes. Ja, dat zijn kantoorruimtes. Die zie je eigenlijk niet als je er niet hoeft te zijn, zeg maar. Als je die weghaalt, dan komt er 350 vierkante meter bij. Daar aan de zijkant, daar was al een dakterras. Daar was onder andere die tententoonstellingen vroeger. Ja. En daarachter zie je ook nog platte daken. Als je dat geheel dan allemaal bij elkaar pakt, dan krijg je een gebied wat echt veel groter is dan het Stadhuisplein. En ook nog eens een keertje volop in de zon. Echt een heel groot, heel een groot mooi gebied. Met een prachtig uitzicht. Nou, het idee is om daar dan iets meer ook culturele programmering te doen. In een dakpark. Wat we graag samen met de Hortus zouden willen aanleggen. Die hebben daar veel meer filmpje erbij. Filmpje erbij. Lekker zitten als het mooi weer is. Met uitzicht over de mooiste stad van Nederland. En binnen ook helemaal vergroenen, hè, Frans? Zeker. Dus wat mij betreft gaat dat ook gerealiseerd worden. En de Hortus heeft al bereidheid getoond om mee te willen denken. Dus ja, dan wordt het ook echt ook Leids en ook groen.
En dat past ook helemaal aan het beleid van de gemeente om vergroening te stimuleren in Leiden. Het is volop lente in de Hortus Botanicus. Veel planten en bloemen laten zich van hun mooiste kant zien, maar zonder publiek. Als gevolg van de coronamaatregelen is de tuin al enige tijd gesloten. Medewerker Robert Volmer is wel dagelijks in de Hortus te vinden. Hij neemt je mee op een digitale rondleiding langs enkele hoogtepunten. Zoals hier de Ginkgo biloba. En die maakt nu net zijn blad. En dat zijn nog zulke mooie, kleine, zachte blaadjes. En die worden nog veel groter. Die worden iets van zo groot. Maar nu zijn ze nog zo klein en zo sappig en nog heel teer. Verderop in de Von Siebeltuin is een familielid van de boom te vinden. De bonte Ginkgo. Sommige blaadjes, daarbij zijn een deel van de nerven die door dat blad lopen, die zijn wit of geel of lichtgroen. Dus dat is een mutatie in de plant. En in de natuur heeft zo'n plant daar niks aan, want dat betekent dat je niet zo groen bent als een andere plant. En dat betekent dat je niet zoveel zonne-energie kunt gebruiken. Maar in tuinen, wij vinden het mooi. De mensen vinden het mooi, dus wij houden die bomen dan in leven. Deze kastanjeboom hier aan de singel, die staat hier al 203 jaar. En hij is weer prachtig uitgelopen en hij maakt nu zelfs zijn eerste kaarsen, zoals we ze noemen, kaarsen van bloemen hier. De witte paardenkastanje, genoemd naar die mooie witte met roze bloemen. En die zijn nu allemaal aan het uitlopen, dus het duurt niet lang meer. En dan, als je dan hier langs de singel rijdt, dan zie je die enorme groene boom staan, vol met van die prachtige witte toortsen met die witte kaarsen erop. Hier in de Chinese kruidentuin, daar duurt het altijd nog wat langer voordat er mooie dingen beginnen te verschijnen. Maar nu is het echt uit de grond aan het komen allemaal. En hier staat rabarber. En ze hebben in Engeland heb je wat je noemt de rabarber driehoek. En daar lopen de mensen dan ook alleen maar met kaarslicht om zo geen licht te maken. Want zodra die planten licht op gaan vangen, dan worden ze groen, dan gaan ze blad maken en dan is het geen lekkere rabarber meer. En dan zeggen ze dat ze zo snel gaan groeien, die stengels, dat je ze kunt horen groeien. Chinese bieslook. Het is geen gras. Geen gras, nee. Het smaakt gewoon naar bieslook. Maar het is ietsje anders dan de bieslook die wij gewend zijn, want hij is plat en niet rond. Dit deel van de hortus waar we nu staan, dat is er pas sinds 1818. En daarvoor, nou, dan woonden er hier mensen, verderop was een begraafplaats. En we vinden dus de sporen van die oude bewoning, nou, die vinden we nog steeds terug in de bodem. En nu, omdat de nieuwe beregening is aangelegd, is er heel veel grond omgespit, dus dan komt er van alles naar boven. Zoals zo'n klein kleien pijpensteeltje. En je weet wel, die lange goudse pijpen, die kleien pijpen die mensen vroeger rookten. Nou ja, die rookte je één of twee keer of een paar keer. Dan raakte die verstopt en dan gooide je hem weg, brak je in stukken, ging je de bodem in. Het waren de sigarettenpeuken van hun tijd. En ondanks dat ze niet schadelijk zijn voor de natuur, zijn ze niet biologisch afbreekbaar. Dus 100, 200 jaar geleden, liggen, of 100 of 200 jaar later, liggen die dingen er nog steeds. We hebben ook nog een stukje hele zure grond hier liggen. En daar groeien dan ook planten op die heel goed met zure grond, die heel goed op zure grond groeien. En eentje daarvan is natuurlijk de rhododendron. En daar hebben we een paar verschillende soorten van staan. Wilde soorten. En hier staat een prachtige witte en die is nu net op zijn hoogtepunt. Wanneer de hortus weer open gaat voor het publiek is binnenkort duidelijk. Volmer is er in ieder geval klaar voor. Het Leidse burgerinitiatief Stop Motorlawaai protesteerde op Hemelvaartsdag tegen het geluid van motorfietsen. Met een spandoek langs de Voorschoterweg maakte een kleine afvaardiging hun punt. De actie was vooraf niet aangekondigd om te grote opkomst van zowel voor- als tegenstanders te voorkomen. Het protest werd georganiseerd door buurtbewoner Ab Swinkels. Motorrijders met name voelen zich onaantastbaar, doen gewoon hun zin, maken voor hun eigen plezier lawaai. En dat moeten wij bewoners langs de wegen hier maar accepteren. Nee, volgens mij als de pakkans wordt vergroot, flink wordt vergroot, door slim te handhaven, door prikacties her en der regelmatig, maar niet steeds op dezelfde plek, want anders geven ze het aan elkaar door. Daar hebben wij hoge verwachtingen van. Het is volgens Winkels niet nodig om motoren helemaal te verbieden. Ze moeten in ieder geval zorgen voor een motor die aan de voorschriften voldoet.
Dus er moet niet aangesleuteld zijn. De dempers moeten in orde zijn. En vervolgens moeten ze met hun rechterhand proberen om zeker in de bebouwde omgeving met respect hier rond te rijden. Wij vragen respect en zich houden aan de regels. En dat is alles. En dat is geen discriminatie, dat is geen haatcampagne van onze kant. Dat is, hou je aan de regels, rij respectvol hier door de wijk. En wij vinden het prima. Vertegenwoordigers van de lokale politiek waren wel bij het protest aanwezig. Duo-raadslid van Partij Sleutelstad Thijs Vos legt uit waarom. Het overlast is niet alleen erg frustrerend voor de mensen, maar het is bovendien ook nog eens een risico voor de volksgezondheid, zoals het RIVM stelt. Daarom hebben wij als Partij Sleutelstad ook eerder schriftelijke vragen gesteld aan het college. Want wij willen dat er meer prioriteit wordt gegeven aan het handhaven hiertegen. Dat heeft toen helaas nog geen verandering gebracht. En daarom zijn wij voornemens om een motie in te dienen. Omdat er echt prioriteit moet worden gegeven aan het handhaven hiertegen. Bijvoorbeeld door prikacties. En ook D66-raadslid Antje Jordan vindt dat de gemeente aan zet is in de strijd tegen motorlawaai. Nou ja, je kan als gemeente ben je natuurlijk wel mede ook opdrachtgever van de omgevingsdienst. En ook heeft onze burgemeester heeft overleg met de politie. Dus wij denken dat we aandacht kunnen vragen voor betere handhaving. Want de wet is er gewoon, er moet gehandhaafd worden, dat kan. En wij kunnen zorgen dat in elk geval alle hinder en overlast die wordt ervaren goed worden geregistreerd.